Wat ik hier voor jou heb, alsjeblieft, een cliënt. Voor mij? Ja. Verdelen we de cliënten niet meer in onderling overleg, LJ? Ja, nee, nu even niet hoor. Ik moet dat stukje afmaken voor de orde van advocaten. Ja, ja. Ga zitten. Wat kan ik voor je doen? Ik ben Youssef Alam en ik ben Marokkaan. U bent toch wel advocaat? Goed, hè? En dat voor een vrouw? Meester Gondezwaan om u te dienen. Youssef. Wat kan ik voor je doen? Onze familie is 5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Zonder officiële papieren. Al die tijd heeft mijn vader dag en nacht voor een baas gewerkt. Illegaal dus gewoon. Dank je, LJ. Mijn vader is 2 maanden geleden ontslagen. En zijn ex-baas wilde niks meer met ons te maken hebben. Dat we uitgewezen konden worden, interesseerde hem niet eens. Bekende verhaal dus. En waar zitten jij en je familie nu? Ondergedoken? Mijn moeder was bang. Dus de hele familie is terug naar Marokko. Naar Casablanca. Maar ik blijf hier. Ik ben hier gelukkig. Ik heb veel Nederlandse vrienden. Ik spreek beter Nederlands dan Marokkaans. Kunst, ik ook. Zijn we dringend weg? Huh? Zeg, Joes. In Marokko, hè, daar is het toch altijd lekker weer? LJ, ga alsjeblieft dat stukje afmaken. Bertus, ik wil je graag aan iemand voorstellen. Zo, Gon. Toch nog een vriendje op de kop kennen tikken? Bertus, dit is Youssef Alam. Ah, broodjes shawarma, lekker. Couscous hooguit, meneer Bertus. Couscous, verrek, hij praat Nederlands. Valt mee voor zo'n buitenlander, hè? Nou, er zit wel eens een slimme tussen. Het is altijd even zoeken, hè? Ja, Bertus, zo kan die wel weer. Ik zit met een probleem. En dat probleem heet Youssef. Youssef, meneer Bertus. Nee, dat probleem is niet Youssef, maar de Nederlandse wet. Daar heb ik in de tijd ook zo het een en ander mee te stellen gehad. Heb jij in je duistere verleden niet eens een tijdje voor de politie ondergedoken gezeten? Wat heet Gon? Soms maandenlang. Nou, Youssef moet ook een tijdje binnenblijven, dus ik dacht Bertus heeft daar alle begrip voor. Dank u wel. U bent een fatsoenlijk mens. Ja, oh. Dat kan wel wezen, maar dit is een beschaafde sportschool en dat wil ik graag zo houden. Precies. Je hebt vast wel wat voor Youssef te doen. Nou, is hij veilig en heb jij een goede hulp? Ik heb niks, helemaal niks te doen, echt niet. En die alarminstallatie dan, die moest toch nog vandaag aangelegd worden? Typische eenmansklus, Gon. Dorstlessertje. Bertus. Weet je dat je, ondanks je vergevorderde leeftijd, nog een hele knappe man bent? In Marokko zouden we zeggen, een stuk. Oké. Een hulpje is eigenlijk nooit weg, hè? Mede in verband met mijn rug dan. Ik wist wel dat je een ruimdenkend man was. Mooi? Ja? Youssef, je mag blijven. Oh, dank u wel, meneer Bertus. 25 gulden. Lek. Met Tichelaar.
Met de Partij Liberale 88. Ja. Nee, dit is niet Bolsebroek en Partners. Dit is Tichelaar en Partners. Ja. Ja. Nee, wij zijn een ultra-revolutionaire strijdbare organisatie die met alle legale middelen strijd voert tegen het kapitalisme en al zijn uitwassen. Goedemorgen. Wat hoor ik je nou allemaal zeggen? Ja, de man sprak zo bekakt dat ik zijn naam niet eens verstond. Liberale 88. Dan word je bedankt. Graag gedaan. Met Bolsebroek en Partners. Ah, bent u het weer. Nou, ik geloof niet dat ik meester Bolsebroek kan storen, want hij staat net een Molotov-cocktailtje te mixen. Lex! Ik geloof dat hij klaar is. Met Laurens-Jan Bolsebroek. Ah, meneer de Venter van Middelburg. Wat kan ik voor u doen? Een nieuwe partij. Liberalen 88, ja. Nee, dat klopt. Wij Bolsebroek zijn onze verantwoordelijkheden nooit uit de weg gegaan. Ook bestuurlijk niet. Nee, dat was mijn oud-oom Hendrik. Ja. Precies, ja. Ja. Nou, dat klinkt aantrekkelijk. Waarom komt u dan niet even langs op kantoor? 11:30, uitstekend. U weet waar het is? Goed. Dat genoegen is geheel wederzijds. Meneer de Venter. Komt de Venter langs? Wat een voorrecht. Hè? Nou, ik ben benieuwd wat het liberale wonder te melden heeft. Morgen. Ah, nog zo'n wonder. Ga jij eigenlijk de alarminstallatie aanleggen? Inderdaad. Heel verstandig, Bert. Heel verstandig. Je bent tegenwoordig nergens meer veilig, hè? Neem Joes nou. Voor je het weet nemen ze hem te pakken. De politie dan. Dat is niet zo'n leuk grapje, meneer L.J. Je hebt het hier toevallig wel tegen mijn assistent-installateur. Bravo, Bertus. Sorry hoor, Joes. Zeg, mannen, jullie zijn hopelijk toch wel voor 11:30 klaar, hè? Ik verwacht namelijk hoog bezoek. Hoog bezoek? Ja, het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar die installatie heeft een aantal zeer linkere lesschakelingen, dus... Dus dat kan makkelijk als jij niet zoveel zou kletsen. Nee, het kletsen doet L.J. Ondanks dat ze je daarbij een patent heeft. Dank je. Mag ik je even voorstellen aan mevrouw Anja Honing? De Anja Honing van Lobby. Bureau voor creatieve communicatie en maatschappelijke ontplooiing. Oh. Aangenaam, meneer Bolsebroek. Zeer aangenaam, Anja. Mag ik u even voorstellen aan mijn collega, meester Gondeswaan, meester Lex Tichelaar. En daarboven, dat is meneer De Vries, die beveiligt ons kantoor. Zeg, Anja, dat creatief ontplooien en zo, waar staat dat eigenlijk voor? Lobby is een adviesbureau voor mensen in de politiek en in maatschappelijke organisaties. Top mensen. Wat ik doe, is mannetjes maken. Oh, dat deden mijn ouders vroeger ook, maar dan hadden ze anders helemaal geen advies bij nodig. Ja, hier rijst dus kennelijk even een misverstand. Mevrouw Anjo Honing maakt mannetjes van reeds bestaande mannen. Precies wat de vrouwenbeweging ook doet. Ach, alsjeblieft, Gon, die mensen komen voor mij. Sorry, Gon, ik ben geen feministe. Ik adviseer mannen en vrouwen die bijvoorbeeld de politiek in willen. Juist, precies. En daarvoor zijn we hier, Bolsebroek. We zijn van plan jou in de landelijke politiek te parachuteren. L.J. is parachutist en hij heeft hoogtevrees. Bolsebroek wordt binnen enkele jaren de landelijke voorman van Liberale 88. Het land heeft jou nodig, Laurens-Jan. En dan staat een Bolsebroek paal. Nou, mevrouw Honing, heb ik te veel gezegd? Deze man is kolossaal. Top. Absolute top. Zo op het eerste gezicht lijkt hij me inderdaad heel geschikt. Ik ben benieuwd hoe hij zich houdt tijdens de oprichtingsvergadering. Anja, ik volg jou niet helemaal. Het lijkt me goed als je vanavond meteen het woord voert. Ik ben gewend kandidaat die direct in het diepe te gooien. Oh, maar hij heeft ook watervrees. Hoe laat begint die bijeenkomst? 8:00. Zaal aan de Grote Markt. Ik zal er zijn. Een Bolsebroek heeft een De Venter nog nooit in zijn hemd laten staan. Nou, dat vind ik nou hartstikke mythos van je. Neem je dat wel even door? Tuurlijk. Als je ons nu wilt verontschuldigen. Tot vanavond. Tot vanavond. Ah ja. Jongens. Die gozer deugt niet. Geloof mij nou, het is de ijdelheid die toeslaat, Bertus. Daar doe je niks aan. Ja, maar weet jij wat voor een vuile zaakjes die De Venter allemaal doet?
Het is een man van elke dag schone kledij, dus hij zal eens een wasje moeten draaien. Die man heeft een stuk of 20 dubieuze BV'tjes. Hij houdt er illegale confectieateliers op na. Waar die buitenlandse meisjes uitbuit. Met andere woorden, LJ, je collega's vinden dat hij stinkt. Allemaal linkse prietpraat, Bertus. De economie roept juist om mensen als de Venter. Die weten tenminste nog wat aanpakken is. Dan hoop ik dat jij ook weet wat aanpakken is. LJ, op wie lijk je nou? Oh. Laat mij even je pak naar de snelstomerij brengen, dan heb je het zo terug. Ja. En word ik inmiddels verondersteld naakt achter mijn bureau te zitten? Nee, nee, daar doe je niemand een plezier mee, nee, LJ. Kom maar even kijk mee naar nou de keuken. Toch, jongens, mijn tante, ja. Ik zit helemaal onder. Ja, dat zien we, kom maar. LJ, LJ. Wat vervelend nou en net nou je vanavond naar die bijeenkomst moet. En het is maar de vraag of je op tijd komt, want je weet het natuurlijk nooit met zo'n snelstomerij. Ik werk ook veel met buitenlanders. Hij die sterven gaat, doet u de groeten. Reken maar dat ik daar zal zijn. Als Bolsenbroek ben ik geroepen mijn plicht te doen. Sterker nog, uitverkoren. De retoriek van de polemiek, de symboliek van de landskroniek, zij is klassiek, mystiek en uniek. Het is niet aan ieder gegeven een hoger doel te bereiken. Men drijft vaak een winkel of zit op kantoor, men wordt soms notaris, of pastoor en vult zo zijn leven met laag bij de grondse praktijken. Een enkeling voelt door zijn afkomst de plicht om hoger te streven. Hem wenken de rijen der landspolitiek, de moties, de noties, de casuïstiek. Hij stelt zich in dienst van zijn land om dat leiding te geven. Wat klinkt dat toch magnifiek? Het is toch je reinste lyriek, de retoriek van de polemiek, de symboliek van de landskroniek. Zij is klassiek, mystiek en uniek. Ja, ja. Oké, Yusuf, die laatste paar nog en dan zit hij gebeiteld. Is het geen wonder? Dat jij weer de grote lijn in de gaten staat te houden. Nee, 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 nee. Dat ik en Yusuf hoogstpersoonlijk het gehele gebouw hebben beveiligd tegen geboefte. Oh, daar zullen je vrienden blij mee zijn. Dat is broodroof. Wacht nog eventjes. Maar hoe werkt dat systeem dan? Dat systeem werkt dus volgt. Dit hier is de centrale. Het bedieningspaneel zit bij de deur. Als ik daar de code intik, dan staat het alarm aan. Probeert iemand nu wederrechtelijk het gebouw te betreden, insluiping met braak, die ken ik. En hij loopt hier langs de sensor, passief infrarood, dan gaat het alarm af. En als de stroom uitvalt? Geen probleem, dan neemt automatisch een accu het over. Het is reuze boeiend allemaal. Maar wacht nog eventjes. Mm-hmm. Stel, Ben en ik die drinken nog even wat aan de bar, 's avonds. Jij weet dat niet. Dan sluit je af, je zet het alarm aan, dan kunnen wij er dus niet meer uit. Nee. Dan zijn wij dus gedwongen, geheel tegen onze wil, hier de nacht samen door te brengen. Zie jij het voor je? Ik zie wat jij ziet, ja. We gaan natuurlijk gezellig aan het aerobiken.
En voor we het weten liggen we in een onontwarbare knoop. Dat is ook een idee. Weet je wat ik zie? Wat zeg je net? Dat we de hele nacht doodstil blijven zitten, want anders gaat het alarm af. In Marokko noemen wij dit een blauwtje lopen, meneer Lex. Kijk, Youssef, nou doe ik straks hier de deur op slot, net als 's avonds. En dan moet jij hem proberen open te maken met dit setje. Hé, hey, Bertus, dat zijn handige dingen. Ja, heb ik nog van vroeger. Ik heb namelijk ooit gestudeerd. Op de universiteit? Haarlem of Breda? Technische Universiteit de Bijlmer. Alles bij elkaar zijn 1 of 3. Nou, let op. Ik doe het hier op slot. Dan moet jij proberen vanuit het halletje open te maken. Program E. 1, 2, 5, 6. Hey Bertus, hij doet het! Lijkt me een heterdaadje, collega. Zelden een heterdaadje meegemaakt, collega. Omdat dat op klaar ligt, toch? Ja, al het gezeur in de kranten over politietekort. Dat wij onze zaken niet aan zouden kennen. Binnen hoeveel seconden waren wij ter plekke? Hooguit 8, collega. Dat moet er 6 kunnen worden. Ja, nu we hem hebben, moeten we er toch iets mee doen. Klapjes geven? Is tegen de regels. Dat is wel verleidelijk. Gezond potje kan ook om de agressie kwijt te raken, ja. Zal ik eens vragen hoe die heet? Kwaad kan het niet. Zeg, kunnen wij ons identificeren? Hebben wij dat goed begrepen? Wij kunnen niet bewijzen wie wij zijn. Nogal zwijgzaam type, hè? Of hij wil niks zeggen, of hij spreekt geen Nederlands. Do you speak English? German, by the way. Of French, toevallig. Neem me niet kwalijk. De eigenaar van dit gebouw heeft mij gevraagd de alarminstallatie uit te testen. Dat zeggen ze allemaal. Ja, hij spreekt Nederlands, hoor je dat? Nou, zullen we dan maar even meegaan? Kom maar. Ja, jij ook. Ga maar even mee. Alsjeblieft, doorlopen. Waarachtig. Een menselijk wezen op kantoor. Niet zo min over jezelf denken, L.J. Hou nou toch eens op met die humor. Waar zit je al die tijd? En waar blijft Gon? Hè? Oh, Lex. Lex, er is ingebroken. Nee. Ja, ik hoorde het alarm. 1/2 uurtje geleden. Ach, daar zijn ze die installatie aan het uittesten. Waar heb je Gon dan voor nodig? Ik heb Gon niet nodig, maar mijn kleren. Het is verdorie 3 uur en ze is nog steeds niet terug. En ik heb vanavond mijn politieke debuut voor Liberale 88, weet je nog? Ja, er staat niets van bij. Ben jij niet ons nieuwe koninginnetje met haar aan het haar? Ik moet mijn kostuum terug! Ga zitten. Geen paniek, want dan word ik ook nerveus. Daar heeft niemand wat aan. Okay. Ik ga op zoek naar Gon. CQ, naar passende kledij. Ja? Kijk eens. Wat hij heeft. Ja? Oh, Lex. Oh, dat had je nou niet moeten doen. 1 voor 1, 1 voor 1. Dank je. Doortje. Met Laurens Jan... Lex. Je hebt het niet gevonden. Nee. Het alarm aangezet, ja, maar... Wat heb ik daarmee te maken? Ik zit zonder kleren, ja. En zonder portefeuille, is mij bekend. En als ik het pand verlaten wil, gaat het alarm af. Zo. Jullie hebben mij erin geluisterd. Juist. Stelletje communisten. Wat doet een Bolsenbroek in zo'n situatie? Kalm blijven, ik ben kalm. En nadenken. Ik denk, nou, ik. Juist. Ik zet alle voor's en tegens op een rijtje. En kom dan tot een
verstandige conclusie. Juist. Als ik het alarm heb uitgeschakeld, kan ik de voordeur... Die kan ik open doen. Is even koud, maar goed. Ik spring in mijn voituur. Geen sleutels. Ik pak de eerste de beste man van de straat. Dat doe ik. Leg hem mijn situatie uit, zodat hij me even wat geld leent voor een taxi. Juist. Nu nog dat alarm. Tuurlijk, zo'n ding werkt gewoon op elektriciteit. Dus één klein kortsluitingje en de sirene zwijgt voorgoed. Goed. Goed. Ik val aan. Volgende. Een apparaatje? Ja, dat apparaatje opent voor ons deuren die voor anderen gesloten blijven. Komen we weer eens een heterdaadje worden, collega? Ja, ja, dit is een uitermate geschikt pandje voor heterdaadjes. Twee op één middag moeten we in de gaten houden, collega. Hey. Mag ik even? Ja. Hey. Welkom, heren. Mijn naam is Laurens Jan Bolsenbroek en ik ben advocaat. Dat zeggen ze allemaal. Praat ook Nederlands, hoor je. Zeg, kunnen wij ons identificeren? Oh, nou, dat wordt nogal moeilijk. Ziet u, mijn portefeuille zit in mijn colbert. En daar heeft een collega van me per ongeluk een bak yoghurt overheen gegooid. En ze is nog steeds niet terug van de stommerij. Wat een amateur. Ja. Zullen wij dan nu maar even meegaan? Naar het bureau. Een Bolsenbroek die gearresteerd wordt. Ja, of nu Bolsenbroek of Jantje Plezier heet, dat maakt voor ons niet uit. Nee! Nee! De deur staat open, dat is niet zo verstandig. Kijk eens, hoe attent. Goedemorgen, LJ. Heb je eindelijk eens wat vlottere kleren aangeschaft? Ja, nee, dit is een drenkelingenpak. Dat is een cadeautje van de politie. Alles goed gegaan gisteravond, LJ? Niet zo ongeduldig, collega. Eerst willen Youssef en ik een kopje koffie. Niet waar, Youssef? Graag, LJ. Tada. Sinds wanneer zijn jullie zulke dikke vrienden? Sinds ik de nacht met Youssef heb doorgebracht. Een hele verandering voor een mensenkenning, me voorstellen. Sorry, Youssef, dat ik je niet kwam helpen toen de politie hier stond. Ja, ik heb het niet zo op ze. Is alles toch nog goed gekomen? Ja hoor. Het was een fijne nacht met LJ. Ik wist wel dat LJ een romantische ziel had. Gefeliciteerd met jullie romance, maar ik begrijp niet. Lieve gewoon. Gisteren werd eerst door de lafheid van Bertus, Youssef, opgepakt. En daarna ik door jullie lage streken. In verband met hetzelfde tekort kwamen we bij elkaar terecht. We hebben wat gebabbeld. En zo kwam het dat... Dat jullie van elkaar zijn gaan houden. Ja, zelfverbroeder. Dat ik bepaalde informatie van Youssef kreeg. Daar komt nog bij dat hij de politie ervan heeft weten te overtuigen... dat ik wel degelijk advocaat ben. Hij heeft mij gered. Mag ik jullie dan nu uitnodigen mee te luisteren naar een telefoontje dat ik ga plegen? Ah, de vent, hè, met Bolsenbroek.
Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ik werd opgehouden. Zo erg. Ja, door een buitenlander nog wel, een Marokkaan. Het was een nightmare. Zeg, de venter, je hebt hopelijk toch geen Marokkanen in dienst, hè? Allemaal eruit gemieterd. Heel verstandig, beste kerel. Wat? Iedereen zijn eigen land, wegwezen wat je zegt. Zeg, de venter, ik heb onze grote liberaal Torbekke er nog eens op nageslagen, maar ik heb niets van deze theorieën kunnen vinden. Nee, gek, hè? Ja, de venter, weet je wat je doet? Je polst de heer Janmaat. Ja, heeft veel meer persoonlijkheid dan ik en bovendien meer tijd. Maar ik stuur voor de week nog wel even in de rechtszaal, want ik had nog een paar vraagjes. Meneer de venter. Dus de venter heeft Jozefs vader ontslagen? En niemand anders. Ik ga een kort geding aanspannen tegen Jozefs uitwijzing en reken maar dat ik dat zaakje op mijn sloffen win. Ik heb bijna zin om je te zoenen. Jij en ik gaan Marokkaans eten vanavond. Couscous. Jij is nu mijn vriend. Een vriend. Jullie jonkies moesten eens weten hoe belangrijk dat is in het leven. In Marokko zouden we zeggen, zinsagebek behit, au police gariep. Ja, en dat betekent, beter een verre vriend dan de politie als je beste kameraad. Als je alles hebt verloren wat je op deze aarde bezat, al je rijkdom is verdwenen, je naam is besmeurd en beklad, je vrouw en je kind zijn onvindbaar, een lot dat je niet hebt verdiend, wie helpt je dan om dat te dragen? Dat is er maar één. Een vriend is het mooiste, het grootste geschenk dat iemand ooit krijgt in zijn leven. Een vriend is het betere deel van jezelf. Een vriend is van alles de grotere helft. Een vriend is er ook als er niemand meer is. Een vriend is de hoofdprijs van iedere quiz. Een vriend is die ene, die grootste maloot, die ondanks jou om je blijft geven. Als je niemand kan vertrouwen, geen mens die nog iets voor je doet, als ze niet meer van je houden, verlies je tenslotte de moed. Dan komt er een punt in je leven waarop je wel uit bent gediend. Wie helpt je dan weer op je poten? Dat is er maar één. Een vriend. Een vriend is het mooiste, het grootste geschenk dat iemand ooit krijgt in zijn leven. Een vriend is het betere deel van jezelf. Een vriend is van alles de grotere helft. Een vriend is er ook als er niemand meer is. Een vriend is de hoofdprijs van iedere quiz. Een vriend is die ene, die grootste maloot, die ondanks jou om je, ja ondanks jou om je, die ondanks jou om je blijft geven. Pom 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 pom